Je hebt 10 jaar geleden de Staatsel opgericht in Enschede, altijd in Twente gebleven. Ja. Wat is jouw persoonlijke band met Twente? Persoonlijk, ja, ik ben geboren en getogen, dus wat dat betreft wordt het wat makkelijker. We zitten in Twente, in Enschede, altijd al gezeten. Ik denk dat Twente een regio is die innovatief is. De universiteit is een ondernemende universiteit. De ondernemers die zijn vaak niet bang om eens een keer wat uit te proberen. Ik heb een grote band bij Twente, hier ben ik ook opgegroeid. Ik heb mijn tijd in Hilversum heel interessant ervaren. Maar ik heb ook gemerkt dat daar, als je het hebt over de spagaat, dat die bij de publieke omroepen op landelijk niveau nog veel groter is. Dat daar hier juist veel meer mogelijkheden zijn om nog dingen in te doen en in te schakelen. En wat dat betreft heb ik nog steeds goede contacten in Hilversum, maar bevalt het me hier prima. Dus voorlopig blijven Twente. Zeker weten. Twente is echt een prettige leefomgeving. Kijk maar hier om je heen. Het is, ik vind Enschede qua stad is een fantastische omgeving. Het is een mooie werkplek ook. Het ons kent ons gevoel vind ik past echt bij Twente. En het werkmentaliteit is gewoon heel prettig van de medewerkers hier. Wat is je band met Twente? Dat ik er woon en dat ik er werk. En dat is wel mooi. En die combinatie is ook heel mooi hier. We maken hier prachtige dingen. In een prachtige omgeving. En dat moeten we eigenlijk wat meer naar buiten brengen. Daar probeer ik ook mijn steentje aan bij te dragen van het World Trade Center Twente. En we hebben een werkgroep Twente Internationaal. Die zeggen van het is high-tech concepts for a better living. Nou, dat vind ik wel een mooie frase. Hoe we dat samenvatten. Ik vind het een hele mooie regio. Er zit een enorme ambitieniveau in. Dat is eigenlijk vanaf het begin verbaasd me dat wat een ambitieniveau er hier is. Zowel bij de gemeente als bij de inwoners en de bedrijven die hier zijn. Mensen zijn heel gedreven. Er wordt goed samengewerkt. En het is ook nog een hele mooie regio. Dus het is alleen wel een eindrijden. Hoe is het voor jou om voor een echt Twents bedrijf te werken? Heel inspirerend, moet ik zeggen. Het is in 1930 opgericht, de Twentse Kabelfabriek. Bestaat al ruim een x-aantal jaren en internationaal al zeer erkend. In heel de wereld zitten allerlei werkmaatschappijen. Innovatie staat hoog in het vaandel en dat inspireert om voor te werken. We zijn eigenlijk een beetje vroeg in Enschede. Maar we zien aan de stijgende lijn dat het goed gaat komen. Oké, nou dat klinkt heel goed. Ja. Ik kom binnenkort pasta bij je eten. Ja, je bent welkom. Dankjewel. Jullie zijn een van de weinige hotels dan in de Twentse stad. Is het ook een echt Twents hotel? Ja, dat denk ik wel. Want er komen natuurlijk veel gewone mensen. Het is daar heel gemoedelijk. Het is een soort familiebedrijf. Het gemoedelijke van Twente komt daar toch heel erg in naar voren. En toch hebben we veel zakelijke gasten ook wel. Okay. Maar doordat, je hebt ook het restaurant, waar dus ook het gemoedelijkheid wel in terugkomt. Maar ben je nou een Turkse ondernemer die onderneemt in Twente? Of ben je een Twentenaar met een Turkse achtergrond? Een Twentenaar, een Twentse ondernemer met een Turkse achtergrond, lijkt mij wel. Ja. Geboren en getogen? Ja, geboren en getogen in Hengelo. Een tijdje in Rotterdam gewoond en gewerkt en toch weer hier naartoe gekomen. En ja, ik heb een kapsalon gehad waar ik 7 jaar met plezier mee boterham heb verdiend. En dit was een leuke uitdaging, iets wat er niet is. En het moest in Twente, in Hengelo. Twente is voor mij ook een stukje Nederland waar ik aan de grens van woon. Dus ik kijk dus niet alleen naar Twente, maar ik kijk vooral naar de regio. Ik zie ook heel veel kansen in Duitsland voor ons, ook als Berlijn, aan het Stationsplein. Dus ik hoop ook in de toekomst dat wij ook meer met Duitsland kunnen gaan samenwerken. En ja, ik hoop dat wij daar, dat ik als Twentse ondernemer, daar ook andere ondernemers misschien nog in mee kan krijgen om dat met mij te doen. Oké, we gaan even kijken in het museum Twentse Wille naar een interessant object wat hier genoeg te vinden is. Mijn favoriete object is het weefgetouw. Het handweefgetouw is dat. Dat is een weefgetouw wat ook in Museum Jannink heeft gestaan, waar ik ooit begonnen ben. Dat is nou bijna 20 jaar geleden zo onderhand. En dat is ook een demonstratie weefgetouw. En zo ben ik eigenlijk begonnen in Museum Jannink. En door steeds maar rondleidingen te geven waar dit weefgetouw onderdeel in was, heb ik eigenlijk Twente enorm goed leren kennen. En ook de mensen hier en waarom het zo allemaal gekomen is en wat er allemaal van geworden is. En dat is
eigenlijk, ja, is dit een beetje mijn backup geweest al die jaren. Omdat ik me daaraan vastgehouden heb om dingen te weten te komen. En dat ook weer door te geven aan jongeren en ook ouderen natuurlijk. Mijn favoriete object is... is op zich heel moeilijk te kiezen uit 30.000 objecten in de bibliotheek. Maar het boek van Stad en Land van Twente van de heer Strooink. Het is een soort standaardwerk over een deel van Twente wel, maar grotendeels over Enschede. Dus als je iets zoekt over Enschede, dan vind je daar heel gedetailleerde informatie over terug. Tot natuurlijk het jaar van verschijnen, 1962. Dus van prehistorie tot 1960 is het behoorlijk goed gedocumenteerd over Enschede. En er staat ontzettend veel informatie in. En het is, wat ik ook heel aantrekkelijk vind, heel chronologisch opgebouwd. Dus het begint bij nul, het jaar nul zeg maar, tot 1960. En daar wordt dus bijna per jaar een stukje geschiedenis van Twente en Enschede in beschreven in dit boek. Als we dus een vraag in de bibliotheek hebben van weet je iets daarover over dit, en dan zeggen we altijd van nou, kijk maar eens even in Strooink en dan bedoelen we dit boek Stad en Land van Twente, want daar staat heel gedetailleerd in wat er zoal gebeurd is. En het aardige is ook dat de correspondentie erover bewaard is, wat hij als voorwerk gedaan heeft. Hij heeft bijvoorbeeld in 1960 nog een vragenformulier rondgestuurd naar allerlei bedrijven en instellingen en verenigingen in Enschede en omgeving. Met de vraag van wanneer zijn jullie opgericht, wie waren de oprichters, wat maakten jullie, noem maar op. Dus het is een bijzonder boek geworden. Heb je een band met Twente? Nou ja, ik heb hier in Enschede meer dan 10 jaar gewoond. Dus dat schept toch wel zeker wel een band. Hè? Dus in die periode doe je ook vrienden op en die zijn er nog steeds. En ik kom met enige regelmaat in Enschede. En voel me nog steeds heel erg thuis. Dus ik heb zeker wat met Twente. Ja. Twente ligt mijn roots. Ik bedoel, we zitten hier op een prachtige locatie. En als ik op een steenworp afstand heb ik op de middelbare school gezeten. Ik ben ook altijd eigenlijk blijven hangen in Twente. En heb ook zelf een behoorlijk netwerk opgebouwd en altijd toch actief geweest, ook in mijn werkbare carrière. Van de laatste jaren als ondernemer in deze regio. Dus Twente gaat me na aan het hart. Dus betekent heel veel voor me. Wat is jouw band met Twente? Ja, niet. Ja, ik woon hier ook inmiddels trouwens niet meer, maar ik vind Twente een mooie regio. Ik vind Twente een leuke regio, er gebeurt van alles. De sociale netwerken, die spreken me wel aan, die zijn wat steviger dan de rest van het land. Er is hier toch een beetje een ik ben zielig gevoel nog steeds wel. Dus hoe bedoel je dat, ik ben zielig gevoel? Nou, precies zoals ik het zeg. Er is hier nog steeds van Den Haag ziet ons over het hoofd. We zijn zielig, we komen tekort, de werkgelegenheid staat hier onder druk. Dat soort gedoe allemaal. Er zit versier veel bij bestuurders. Maar wat is jouw kijk erop dan? Nou, ik vind het niet altijd terecht. Ik vind het eigenlijk nooit terecht. Je moet uitgaan van... In mijn beleving hebben ze hier zelf de boel, de bestuurders in het verleden, hier wat kansen laten liggen. Om van Twente een hele belangrijke motor te maken van het land. En einde van de, ik vind het zelfs oliedom geweest wat hier met die dubbelstad gebeurd is. Maar goed, ik ga er niet over. Ik ben slechts verslaggever, ik ben journalist. En ik zit er vanaf de zijkant, kijk ik ernaar. En dan zie ik al die wethouders en burgemeesters, voor wie het blijkbaar het ambt ook het hoogst haalbaar is. Denk ik van ja, die nemen toch wel hele belangrijke, soms verkeerde beslissingen. Maar goed, dit terzijde. Het is Twente en dat is toch wel heel prachtig. Over Twente, je bent geen Twentenaar, je komt uit Rotterdam. Ja. Wat betekent Twente voor jou? Ik woon sinds 1994 in Twente. Bij mij betekent dat rust, ruimte en eigenlijk een heerlijke mooie streek, mooie mensen. En in Rotterdam zeggen ze geen woorden maar daden. Maar in Twente zeggen ze dat misschien niet, maar zo voel ik het eigenlijk wel. Dus ik voel me heerlijk thuis en ik hoef ook nooit meer terug. Ja, persoonlijke band. En dan kom je echt aan mijn mens zijn. Ik ben 20 jaar geleden getransfereerd naar FC Twente. Als vrijgezel hier gekomen. Ik had nog het idee van, nou, ik ga hier voetballen en dan ga ik weer weg. Waar het niet dat ik hier een Twentse vriendin en tegenwoordig mijn vrouw heb ontmoet. En al
ga ik denken van ik ga nog weg een keer, dan zou ik toch alleen moeten, want mijn vrouw blijft hier. En mijn kinderen ook, die hebben ook zeggenschap. Dus ik ben eigenlijk de vierde in de rij, ik heb twee kinderen. En ondertussen ben ik ook zo vertukkerd, ik zou hier ook niet meer weg willen. Dus, echt een tukker? Ja, 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 ik ben echt heel regio gebonden. We hebben nog één keer geprobeerd in de tijd dat ik getransfereerd werd naar Ajax. We hebben een jaartje in Amstelveen gewoond. Maar ik moet eerlijk bekennen, met de staart tussen de benen weer teruggegaan. En ja, sindsdien hebben we hier helemaal ons plekje gevonden. U bent geboren en getogen in Enschede, heb ik begrepen. Inmiddels wethouder in Enschede. Ja, u heeft zeker Wikipedia gegoogeld. Ik heb flink gegoogeld. Ja, daar staat het fout op. Maar ik durf het niet te veranderen, eerlijk gezegd. Maar vertel eens. Ik ben geboren in Amsterdam. En ik ben op mijn 11e geplant in Oldenzaal. Mijn ouders die gingen toen verhuizen. Mijn vader werkte bij een bedrijf wat in Oldenzaal met de innovatiestimuleringspremies die er toen waren, zijn vestiging ging hebben. En ik ben eigenlijk altijd in Twente gebleven. Ik ben in Enschede gaan studeren en heb hier inmiddels familie, kinderen, man, ja, vrienden, kennissen. Dus, en inmiddels ook een politieke baan. En dan zit je helemaal gebakken. Het is toch een beetje tukker geworden. Ja, zeker. Ja, Twente betekent voor mij een nieuw leven. Ik ben zelf opgegroeid en geboren en getogen in Twente. Ik heb hiervoor ook 11 jaar lang in Twente gewerkt, ook met Twentse ondernemers. Dus ja, Twente is mijn leven. We doen dingen met elkaar. We zijn zeer respectvol hier in Twente. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die van ons kunnen leren. En dat is wat wij doen, Mid for Human. Ja, dat wij onze filosofie, ons gedachtegoed uitdragen. Dat willen we graag delen naar mensen, naar teams, naar organisaties toe. Dit is alweer het einde van deze aflevering van Twente Onderneemt. Deze aflevering kunt u terugzien op onze website twenteonderneemt.tv en ook op ons YouTube-kanaal.